zijn het seizoen begonnen met een reis naar Azië. Daar hebben we eerst de World Tour 1 ster in Langkawi gespeeld in Maleisië. Daar hebben we zilver weten te winnen. En daarna zijn we naar de World Tour 1 ster in Manila. In de Filipijnen gegaan. Daar zijn we 9e geworden. Goed, super leerzame 2 weken. En daarna zijn we in de Eredivisie begonnen. Ja, vorige week in Zutphen, toen hebben we op de zaterdag heel netjes gespeeld. En toen op zondag niet ons eigen spel laten zien. En, verloren toen in de kwartfinale, dus 5e geworden. En nu vandaag weer echt een goede dag gehad. Als wij ieder toernooi weten het beste uit onszelf te halen en ons niveau naar boven te krijgen, dan kunnen we gewoon hoog gaan eindigen ieder toernooi. Ja.